Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe Isle of Armor Pokémon DLC video. Dit is aflevering 2, want in de eerste aflevering hebben we alvast een teampje samengesteld met alleen maar Isle of Armor Pokémon. We hebben Scolipede, we hebben Sharpedo, we hebben Lycanroc, Druddigon, Fletchinder en Poliwrath. En we hebben een super dope nieuwe fiets. Oké, en nu gaan we eigenlijk echt beginnen, want dit hebben we in de vorige aflevering nog niet eens gedaan. We gaan eens eventjes praten met meneer Avery. En die staat te praten met Fiddlesticks. Nou ja, ze heet geen Fiddlesticks, maar ze zegt Fiddlesticks. Geen idee wat Fiddlesticks zijn. Wat zijn eigenlijk Fiddlesticks? Onze nieuwe student heeft beslist om naar huis te gaan. En Avery zegt, ja, ik heb mijn best gedaan om hem hier te brengen. Maar hij kwam niet meer toen we hebben gebattled. Oh man, Avery doet kapot, stoer. Hier zijn we gewoon. Avery, niet zo stoer doen, vriend. Natuurlijk, jij moet de nieuwe student zijn die de dojo zou joinen. Ja hoor, tuurlijk. Het was niet helemaal de bedoeling dat ik dit zou doen, maar ja, prima joh. Moest ons een naam vertellen en zij denkt, hé, maar dat was helemaal niet de naam van wie er zou komen. Ze heeft ons door. Dit is Harney. En Harney die zorgt ervoor dat deze plek, het blijft doen, zeg maar. Die Avery. Avery snapt er helemaal niks meer van. Avery is totaal de kwijtweg, jongens. Dus helemaal de kwijtweg. Oh, Avery wil de gymleader worden hier zo. Ah, dat is je bedoeling. Ja, maar met een Abra en met een Slowpoke ook gaat dat nooit lukken, vriend. Anyway, we mogen naar binnen. Oké, en nu gaat hij weer stoer doen. Hij zegt, ja, je moet niet tegen mevrouw Honey gaan vertellen wat er is gebeurd bij het station. Want dan komen mijn psychic powers jou even kapot maken. En daar moet ik van onder de indruk zijn. Kafoe, die stond erboven. En hij is weer weg. Oh, kijk, je kan hier ook nog helemaal naar boven, joh. Oeh, en je kan hier een TM vinden. Focus Blast. Je vindt hier Abra's en nog een Pokéball. Man, er liggen echt superveel items hier, jongen. Nou, weet je wat? Laten we maar gewoon even hier naar binnen gaan. Ah, oké. Zijn dit allemaal studentjes hier in de dojo? Jammer dat ik dit niet kan lezen. Mooie Lapras art op de muren. En Honey zegt, we hebben een aankondiging. We hebben een nieuwe student die ons komt joinen en dit is Rick. En ik weet zeker dat jullie allemaal dingen hebben om hem te leren. Welkom in de dojo. Nou, iedereen doet flink zijn best hier, zegt Honey. En deze guy die zegt, hey, deze gast die stond helemaal niet in mijn lijst van studenten. Ja, we hebben blijkbaar echt de plek overgenomen van iemand anders, jongens. Oh, en dit is Hyde, de zoon van Honey. En we krijgen de Experience Charm. Wat is de Experience Charm dan? Een charm die ervoor zorgt dat je meer experience points kan krijgen. Een machine-achtig object is in de charm. We mogen het niet openmaken. Oké, we krijgen gewoon nog meer XP. Lekker dan. En die man daar achterin, dat is de echtgenoot van Honey. En dat is de master van de dojo. Ja, dat dachten we al te zien in de trailers. Yo, jij ziet er best wel oud uit eigenlijk, man. Dit is Mustard. Oh my gosh. We hebben Honey en Mustard. Waarom die namen, jongens? Oké, dit is het favoriete deel van Mustard. Mustard wil zien hoe goed we eigenlijk zijn. En we moeten dus een battle gaan houden met Mustard. Ja, Mustard heeft sowieso Fighting-type Pokémon. Dus dan hebben wij Flying, Psychic of Fairy nodig. Hey, Fletchinder, die kent goede moves. Oké, Fletchinder, let's go. En Dojo Master Mustard, die heeft een Mianfu. Mianfu. Hoe je het ook noemen wilt. En die Mianfu, die is leveltje 61. Let's go, ik ga voor Aerial Ace. Oké, hij gaat voor Fake Out. Ah, dan kunnen wij gelijk alweer niks doen, hè. Dat is altijd jammer. Oké, hij gaat voor U-turn. Oké. En daarmee gaat hij gelijk terug naar Mustard. Dus even kijken wie die nog meer heeft. Een Shinx. Yo, Shinx, ook een superleuke Pokémon. Oké, dit is wel een aardige battle tactic. Nice. Want Shinx kan mij met elektrisch natuurlijk kaart slopen. En in dat geval switch ik natuurlijk even naar Lycanroc, jongens. Ja, zie je wel. Hij ging Spark doen. Hij wou mijn Fletchinder kapot maken. Oké, waarom doet dit zoveel pijn en waarom paralyze je mij in één keer? Hé, hier ben ik niet van gediend, jongen. Ga je mijn Lycanroc slopen met je Shinx? Nee toch? Hoppakee, Stone Edge. Bye bye, Shinx. Wou net zeggen, man. Ik ga toch niet van die Shinx verliezen met mijn Lycanroc. Lekker muziek hier, trouwens. Gaan we nu gewoon gelijk al de Dojo Master verslaan, jongens? Ja, die Mianfo die doet het wel goed. Kijk, die gaat nu weer Fake Out doen. Dat vind ik helemaal niet chill, want dan kan ik gewoon niks doen. Dat is echt heel irritant. Hij doet nu Force Palm. Die doet mij ook op zich wel pijn. Well, not very effective hits. Het is wel een critical hit. Ja, kijk, ik heb trouwens de Flame Body ability. Dat is heerlijk. Dat is de beste ability die je kan hebben met Fletchinder. Nice. Ja hoor, hij vindt het toch wel spannend. Oké, het is tijd voor een Hyper Potion. Want ik laat mijn Fletchinder natuurlijk niet gelijk down gaan, hè. Dat snap je wel. Dat is even niet de bedoeling. Met je Force Palm. Oh, oké. Ik ben nu ook al paralyzed met Fletchinder. Nice. Oké, dit is het einde van Mianfu. Tik het door, jongen.
Het was leuk met je gebattled te hebben, maar ik ben ook blij dat het tot een einde is gekomen. Hoppakee, de Dojo Master is gewoon nogal beat, man. Dit kan niet, hè. Je bent niet gewoon een master en dan dat we je gewoon beaten en that's it. Dat kan echt niet. Hun zeggen ook, hey, de newbie heeft gewonnen. Hoe dan? De meester ging niet voluit, maar hey, dit is best wel indrukwekkend. Wie is dit? Wie is deze jongen? Ja, het is alleen maar de Pokémon kampioen in de Galar-regio, joh. Maak je niet druk. We zijn in ieder geval welkom in deze dojo, zegt de master. En we kunnen elkaar helpen om nog sterker te worden. We krijgen een dojo uniform. Okay, nice. Ja, het kleurt niet heel erg mooi bij mijn haar en mijn ogen, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar moeten we eigenlijk misschien wel even iets aan doen. En dan komt er een gast naar ons en die zegt, hey, newbie. Yo, what up, Lucio? Je kan daar een break nemen in die kamer daarachter. Nu kunnen we de training gaan starten. En dat zijn 3 trials. En degene die die 3 trials haalt, die zal de geheime armor krijgen van deze dojo. En voor de eerste trial... Oh, wacht even. Avery heeft even aandacht nodig, jongens. En hij vindt het niet eerlijk dat wij een uniform hebben gekregen en hij niet. Jonge Avery. Ga je nou moeilijk doen over een uniform? Oh, wat? Wow. Wat gebeurde daar? En nu heeft hij alsnog geen uniform. Nice. Huh? Wat? Wat is een slowpoke hier? Zomaar komen die slowpokes hier in deze dojo. Wat? Hebben zij dat uniform gestolen? Nee, joh. Dat was sowieso Kapfu. Dat waren niet deze slowpoke. Kijk, ze gaan! Oké, misschien waren het toch die slowpoke. Dit is de eerste trial. We moeten allemaal die slowpokes gaan opjagen. We moeten ze gaan opjagen en ze verslaan. En we moeten Avery's uniform terugkrijgen. Oh, is dit allemaal gewoon part of the... Avery en deze meester, die spannen samen volgens mij. Ja, dit was gewoon even een trucje. We worden gewoon opgelicht hier. Ja, gasten, we worden opgelicht. Oké, iedereen is aan. Ook Scraggy is aan. Iedereen is aan, maar ik ga eerst hier even chillen. Zo, hoppakee. Even mijn Pokémon healen. Dit is gewoon het Pokémon Center. Oh, Hyde is trouwens even aan zijn machine aan het werken. Deze hebben we ook gezien in de trailer. Wat is dit voor Cramorant stofzuiger, jongen? Dit apparaat heeft meer watts nodig. Dus wij kunnen misschien dit apparaat wel watts geven. Nou, weet je wat? Dat gaan we later doen. Kijk, Mustard. Mustard is gewoon aan het switchen. Nice, hij zit gewoon daar met zijn Joy-Cons in zijn handen. Chips op de tafel. Ja, kijk hem. Hij zit gewoon Pokémon Quest te spelen. Wat een baas. Oké, cool. We gaan nu hunten voor de Slowpokes, jongens. Kijk, ze gaan, jongen. Mop. Dit is super grappig. Oké, let's go. Op je fiets. Erachteraan. Slowpokes hunten. In de Soothing Wetlands. Ik zie er daar al één. Ja, daar loopt er één. Ja, zie je. Kijk. Kom, we gaan hem pakken. Ik ga hem ambushen. Kom dan. Slowpoke. Hoppakee. Let's battle deze Slowpoke. Sick hoor. Level 60 Slowpokey. Tegen mijn Drudrygun. Hij doet Psychic. Die gaat mij niet heel erg raken. Ik doe Crunch. Die gaat hem wel heel erg raken. Lekker Drudrygun. We hebben wel nog een klapje nodig om hem te slopen. Hij gaat lekker door met zijn psychic attackies. Nou, dan ga ik ook lekker door met mijn dark type attackies. En dan is het wel klaar met deze eerste slowpoke. Later! Ah, ik heb zo zin dat Fletchinder gaat evolueren, jongens. Dan heb ik gewoon mijn Talonflame te pakken. Oh, kijk hier, we hebben zijn jacket al. We hebben zijn jasje al. Moeten we nu die andere slowpokes nog pakken? Of kunnen we gewoon nu teruggaan? Oh, hier is gewoon een Talonflame. Ik had gewoon Talonflame kunnen vangen. Maar hé, oké, nee. Ik heb nu vertrouwen in mijn Fletchinder. We houden nu sowieso bij Fletchinder. Hallo Slowpokey. Hallootjes. Kijk, ze gaan, jongen, met die Psychic Attackies. Deze Slowpokes zijn wel even beter geworden dan de standaard Slowpokies. Maar ja, ze hebben ook niet voor niks wel wat goud op hun kop, hè. Oh, Slowpoke doet Heal Pulse. Thanks, man. Dankjewel dat je me even wil healen. Dat scheelt me weer een item. Nice. I respect that. Dankjewel, man. Hoppakee, we hebben Avery's Dojo Tee en Shorts. Oh, we moeten heel die outfit gaan verzamelen van Avery. Yo, maar dan moeten we even gewoon goed op zoek naar de derde Slowpoke. Die moet hier ook ergens zijn. Ja, die is daar. Slowpoke! Hier! Deze Slowpoke is maar gewoon te snel af. Yo, dude! Slowpoke, nee! Ik wil helemaal niet tegen deze Skorupi. Ik moet toch die Slowpoke pakken, jongens. Kom op. Klap hem. Hoppakee. Oké, Skorupi is weg. Terug naar de Slowpoke hunt. Waar is die? Hij is daar. Ja, kom. We wachten hem op. Slowpoke.
Hoppakee, hier. Oké, ik ga nu eens even kijken of ik hem met Outrage kan slopen in één keer. Oeh, ja, dit gaat wel iets beter. Het is ook een critical. Oh, Slowpoke heeft gewoon een berry. Dat maakt hem nog sneller, maar hij was sowieso al sneller dan ik, dus... En waarom doe je regendans? Oké, dit is echt een gefaalde Slowpoke, jongen. Deze Slowpoke snapt het leven niet. Muzzle! Gaat Fletchinder evolueren? Oh, nee, net niet. We hebben ook de Dojo Gloves en de Dojo Legwear van Avery. Hoppakee, we hebben gewoon alles. Oh man, die andere studenten gaan me haten. Ik kom binnen en ik ben gelijk het beste, braafste jongetje van de klas. Don't be like Rickachu, guys. Pas je aan je omgeving. Maar aan de andere kant, we wanna be the very best, toch, guys? Oké, ik ga nog even met iemand battelen, want ik wil even mijn Fletchinder evolueren. Zullen we even een Buffalant gaan battelen, jongens? Buffalant ziet er sowieso sick uit. Let's go, Drigon. Oh, ik had natuurlijk superpower moeten gebruiken, denk ik. Hij doet keihard headcharge. Oeh, snap. Oké, die is keihard. Rough Skin damaged hem. En hij pakt zelf nog damage van de recoil. Ik hoop dat we hem nu met Outrage slopen. Anders is Drudrigon gewoon down, jongens. Oh, nee. Nee. Drudrigon is down. Hij is gewoon gesloopt door een Buffalant. Maar Buffalant is zelf ook down. We gaan gewoon allebei. If we go down, we go together. Ja, oké. Drudrigon, thanks, man. Want je laat wel mijn Fletchinder evolueren. Dus props naar jou. Dankjewel voor dat. We got a Talonflame! Ja jongens, Scyther, Talonflame, Salamence. Dat zijn zo'n beetje mijn favoriete Pokémon. We hebben hem gewoon jongens. We hebben gewoon de Talonflame. Yes! Ik ben zo blij dat Talonflame in deze game zit, eindelijk. Oh, wat? Wat? We worden gewoon gelijk nog een keer aangevallen door een nieuwe Buffalant. Blijkbaar hebben we zijn vriendjes pistol afgemaakt of zo. Hé, maar eerlijk, Buffalant is wel sick, man. Eigenlijk moeten we die gewoon vangen. Hoppakee, kijk hier hoe weinig damage we doen. Even kijken hoeveel damage Mega Horn doet. Oh, die sloopt mij in één keer, dacht ik. Nee, joh, die Buffalant is insane. Ik wil Buffalant gewoon in mijn team in plaats van onze Scolipede, jongen. Buffalant is helemaal gek, joh. Hij is ook snel, jongen. Kijk hoe snel die is. Kijk wat voor aanvallen die allemaal kent. Giga Impact, alles. Hij sloopt mijn Poliwrath in één keer. Dit is niet normaal. Deze Pokémon is niet normaal. Scolipede, kan je een poison doen of zo? Ja, we kunnen Toxic op hem gooien. Holy crap, Buffalant is overpowered gek. Wat is er met deze Pokémon? Ik wist echt niet dat Buffalant zo goed was. Hij moet nu rechargen, hij is poisoned. Ik ga hem gewoon proberen te vangen, want hij is echt insane goed. Let's go. 1. En 2. En 3. Hebben we hem? Oh my gosh, we hebben hem. Ik wil jou in mijn team, gast. Maar ja, in plaats van wie dan? In plaats van Lycanroc? Ja, dan laten we hem dan toch maar in plaats van Lycanroc misschien doen. Ik vind Rock Pokémon toch best wel veel weaknesses hebben. Dus laten we dat maar doen. Holy macaroni. Werden we even kaart aangevallen door twee wilde Buffalants, jongen. Oké, guys, de eerste challenge zit erop. We hebben de Slowpokes gevangen in de volgende aflevering. Gaan we kijken wat de tweede challenge zal zijn. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!